Ik doe Bram na. Even Bram afzetten bij het ziekenhuis en dan ga ik zelf naar het revalidatiecentrum. Nou, ik heb mezelf afgezet, hè. Zeg nog eens. Nou, ik heb mezelf afgezet, hè. Zeg nog eens. Ik heb mezelf afgezet, hè. Kan ik nog een keer zeggen? Nee. Dag, gekje. Ik ben veel te vroeg. Er is nog niemand. Ik ben een beetje brak, want ik heb natuurlijk vannacht het radioprogramma gedaan. Maar ik durfde me niet af te melden bij de fysiotherapeut. Nou is hij dus zelf ziek. Hij heeft zich net ziek gemeld. Dus ik ben hier helemaal voor niks. Ik kom er net achter dat ik mijn sleutels niet bij me heb. Dus dan moet ik eerst naar mijn werk. Jezus, nu al? Oh nee, hè. Jezus, nu al? Leuk dat je er dank je. Staat. Jezus, nu... Daar staat hij. Kan je nog één keertje doen? Serieus? Jezus, nu al? Leuk dat je er bent, Martijn. Mijn voordeursleutel, die ben ik vergeten. En ik kwam van de fysiotherapeut. Ja, een dag buiten gelegen. Die er dus niet was. Dus ik ben helemaal voor niks. Heb ik in de file gestaan van Hilversum naar Utrecht. Oh, weet je niet. God almachtig. Gelukkig ligt hier een reservesleutel. Oh, yes. Oh, kijk, de baas, die is heel druk bezig. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik was net op de televisie. Jij was net op de televisie. Landelijke dorpen. Leuk dat u ook thuis erbij bent. Welkom bij de Max Geheugentrainer. We beginnen met de roze koeken. Dan de Edammer kaas. Hij doet het goed, hè? Hij doet het hartstikke goed. Ja. Ik vind Henk daar heel erg passen. Ja, vind ik ook. Oké, zo'n dag. Dit is nu ook stuk. De muis doet het niet meer. Kom waarschijnlijk in de kar eventjes. Ja, die muis... Kom Jan de Jong nog om af te stoffen? Nee, maar die is gestopt. Hoe is jouw dag, Ruud? Mm. Matig? Herken je niet wie ik doe? Ik doe Bram na. Dit is Ja. En daarna krijg je heel langdurend antwoord. Mooi dat jij hem gewoon kent door de vlogs. Ja. Als je nou deze lijn... Teken de grafieken. Doei. Hoi. Ja, was gezellig. Doe je voorzichtig? Ha? Doe je voorzichtig? Nee, we moeten opzetten. Oké. Ha?